Ik ben Carlien Groosemans, ik ben Limburgse, ik kom uit Herk de Stad en ik ben Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik ben in 2005 lid geworden en ik heb intussen al 8 keer op een lijst gestaan, zowel op lokaal vlak als nationaal. De voorbije 2 bestuursperiodes was ik federaal volksvertegenwoordiger. En dit keer heeft Stefan de Put mij gevraagd om op de 2e plaats te staan op de lijst van het Vlaams parlement. En ik heb dat met plezier gedaan. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Het was een hele gevulde dag die al heel vroeg begon. Ik zaalde het van 8 tot 2 aan het stembureau. Dat is eigenlijk een traditie in mijn gemeente. En dat lijkt enorm lang, maar dat vliegt om, omdat zoveel mensen even willen praten over de nationale politiek. Dan heb ik snel iets gegeten en dan ben ik met mijn collega Wouter Raskij naar Brussel gereden. Daar waren we uitgenodigd door het partijbestuur om samen de verkiezingsuitslagen te zien binnenkomen. En het is wel leuker om met meerdere mensen wat op je nagels te bijten dan daar helemaal alleen thuis te zitten. Dus dat was wel heel aangenaam. Dan zijn we naar de zaal gegaan waar Bart Wever een speech heeft gegeven. En toen was het al 11 uur 's avonds. En dan zijn Wouter en ik nog vertrokken naar Hasselt, Café Vogelzang. En daar wachten nog heel veel Limburgse achterban ons op en hebben nog een pintje gedronken, gebabbeld met de mensen. En dat was eigenlijk ook nog heel gezellig. Bent u tevreden met het resultaat? In het begin was er ontgoocheling, omdat we hadden goede peilingen. We zaten tussen de 28% en de 30%, dus we hoopten wel opnieuw in die richting te gaan. Maar ik ben heel veel huis aan huis gegaan. Ik heb ook veel markten bezocht en daar proefden we eigenlijk al dat er een switch zou komen naar Vlaams Belang. Dus het was niet helemaal een verrassing. We zijn er qua procenten achteruit gegaan. Maar ons relatief gewicht is wel gestegen. Ik denk dat we met de N-VA toch heel sterk staan op dit moment. Dus dat is wel oké. Met mijn persoonlijk resultaat ben ik heel blij. Ik heb goed gescoord, maar dat is natuurlijk niet alleen mijn verdienste. We hadden goede lijsttrekkers, we hadden een sterk team. En ik heb heel veel steun gehad van heel veel mensen binnen mijn afdeling. En dat heeft enorm deugd gedaan. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Goh, ik kom hier wel echt een hele nieuwe wereld terecht. Dat merk je meteen als je hier binnenkomt. Dat is helemaal anders. Dus, ik vind het ergens misschien vreemd, maar ergens het is zakelijker. Het is strak georganiseerd, maar tegelijkertijd wel heel vriendelijk. Dus ik denk dat ik mij hier wel... Dat ik hier wel ga aarden. Zelf ga ik zeker solliciteren voor de commissie onderwijs. Alhoewel wij die commissies pas gaan verdelen ergens in september en er nog wel gegadigden zullen zijn. Maar goed, ik ga dat in ieder geval proberen om daarin te werken. Dat vind ik belangrijk om die voeling met de mensen op de werkvloer te hebben. Ik kom uit het onderwijs, maar dat is ondertussen toch al 9 jaar geleden. Dus ik ga aan mijn vroegere school vragen om daar een aantal weken mee te draaien. Dat zou ik echt heel graag willen doen. Ik denk dat ze ook wel kunnen gebruiken. Ik kan Nederlands en Engels en Duits geven. Dus ik denk dat het misschien wel welkom is. En dan ga ik ook goed merken van hoezeer die werkdruk is. Hoe dat is... Verslechterd eigenlijk tegenover een aantal jaar geleden. En ik ga er heel veel gesprekken hebben met mijn collega's. En ja, dat wil ik eigenlijk wel omzetten in wetgeving. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, ik ben fulltime Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik ga niet combineren met een andere job. Ik ben enkel nog gemeenteraadslid in mijn gemeente. Toen ik vorige legislatuur ook OCMW-voorzitter was, was dat bijzonder zwaar. Ik liep mezelf echt voorbij. Weekends en weken waren allemaal hetzelfde. Dat was nauwelijks ontspanning. Dat was echt wel zwaar. En ik hoop nu ik niet combineer met een uitvoerend mandaat, dus ik ben fulltime Vlaams volksvertegenwoordiger, dat ik me rustiger kan bezighouden en kan studeren op die dossiers. En dat ik ook meer tijd zal hebben voor mijn gezin. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven?
Ja, positief. Maar er waren heel wat militairen die mij hebben aangesproken. Dat ze het jammer vonden dat ik niet meer werkte in de commissie Defensie. Maar goed, het is nu zo. Ik ga naar het Vlaams en ik zal daar zeker mijn weg wel vinden. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Waar mag de kiezer mee op afrekenen? Ik vind het heel belangrijk om het N-VA-programma uit te voeren, in welke commissie ook zit. Daar zal ik sowieso voor ijveren. En verder vind ik het ook heel belangrijk om een heel netwerk op te bouwen. Ik heb dat vorige legislatuur ook gedaan in Defensie dan. Maar ik zou dan ook in de commissie waar ik nu in ga werken. Ik vind dat enorm belangrijk. Een groot netwerk hebben, voeling hebben met de mensen, weten waarover het gaat. En daar mogen ze mij zeker op afrekenen.